Sparta nog ongeslagen met 8 uit 4. Hetzelfde geldt voor AZ en die zijn zelfs nog zonder puntenverlies. 9 punten uit de eerste 3 duels. Voor AZ te sterk was voor Go Ahead, voor RKC en voor Vitesse. In Arnhem kwamen ze eigenlijk geen moment in de problemen. Niets weggegeven in die wedstrijd. Het is Bazour die zich belast met de bewaking van de matchwinnaar van vorig seizoen. Lauritsen. Lage corner, vrijgespeeld en de redding van Ryan op de uithaal van Saito. Goeie variant van Sparta. Al denk ik nog aangeraakt onderweg. Maakt het toch een aardige reflex van Ryan. De bal van Bazour, Müller-Wolfen. Van Brederode. Van Brederode ruimte gevonden. Kan hij ook uithalen. Nog een kapbeweging. Ja, had die bal nooit helemaal lekker onder controle. Tegenstoot van Sparta wordt eruit gehaald. En uit de tweede lijn krapschot. Meijnans. Leuke opening. Sugawara. Weggekopt door Clement. Klaasie. Terug naar de Japanner. Sugawara bij de tweede paal. Oh, dus krap geschoten zeg. Vol risico genomen. En het zijn net gejaagd door Meijnans. Technisch vrij genomen door Meijnans. Maar de hoek was te lastig. Klaas. Goed gespeeld door AZ. De Wit met de kans. De Wit moet scoren openen. En dat doet hij ook. Want die kegelt hem ondubbelzinnig hard binnen. 18e minuut van de wedstrijd, de eerste echte kans voor AZ. Gelijk omgezet in een goal. Dani de Wit. Fraaie aanval, let op deze paas van Meijnans. Daarmee zet je toch een aanval echt in gang. Het balletje van Klaas, die mag er ook zijn. De Wit helemaal vrij en die laat Olij echt kansloos. Deze paas is bijzonder vrij van Meijnans. Lange bal richting De Wit. Legt hem klaar voor Pavlidis. Komt de volgende mogelijkheid als hij wegdraait en dit voortreffelijk doet. Wat gaat het ineens hard. Het is 2-0 voor AZ. Een minuut na de openingstreffer van De Wit is het Pavlidis die ook toeslaat. En zijn 6e al maakt van het seizoen. En daar tonen de Alkmaarders zich toch buitengewoon efficiënt. Lange bal van Penetra. De Wit zojuist met het doelpunt. Nu met de assist. Pavlidis doet het goed hoor. Mooie lange bal. In de loop bij Dani de Wit. Maar dan hebben ze er wel wat te doen daarvoor in voor AZ. Maar het is echt een spits, een goede spits. Pavlidis. Guzman. Kitolano. Zo schuift Sparta op. Bakari. Voorzet mislukt naar Saito nog, die de bal oppikt. Het is druk. En uiteindelijk schiet die bal aan alles iedereen voorbij. Ik dacht dat dat toch weer behoorlijk dreigend uit. Herstelt Sparta zich enigszins van die ijzersterke fase van AZ die een minuut of 7 duurde. Opnieuw Sugawara. Van Brederode. Van Brederode en dan is het koppen vervolgens van Penetra. De Wit weer. De Wit die gaat voor zijn bal en komt hem binnen ook. Maar de vlag hem ook voor buitenspel. Ja, met gevaar voor nou, eigen leven gaan wat ver. Maar je weet dat zo'n botsing er dan in kan zitten met zijn doelman. Maar het is Dani de Wit. Dat is er een die echt door een muur heen loopt. Uit buitenspelpositie vertrokken blijkbaar. Meijnans. Vormelend krijgt hij de bal nog bij Pavlidis. Een leek balletje van de spits, waarbij de rest van AZ een beetje stond te kijken. De Wolfen. Voorzet richting de tweede paal. Kopballetje gepakt door Olij. Slim duwtje trouwens van Pavlidis, die even zijn tegenstander wegzet. Kom er mee weg. Olij kan zich dan eindelijk echt onderscheiden. Meijnans, wat op
beschikbaar voor de combinatie. En daar is de volgende kans op 3-0. Normaal gesproken wel besteed. Dit soort kansen aan Pavlidis. Perfect bediend. Sugawara. Itolano al afgetroefd door Klaasie van Brederode. Helemaal vrij van Brederode dan voor de derde. Van Brederode? Nee, hij ook niet. En zo houdt AZ het eigenlijk zelf een beetje spannend. Problemen bij Olij. Of is het gewoon een simpele krampaanval? Dat lijkt het. Hij leidt hier balverlies met een jagende Klaasie die ook weer een uitstekende wedstrijd speelt. Van Brederode doet veel goed, maar het belangrijkste niet. Clement. Het is ook zo dat met deze stand, met één bevlieging, Sparta weer terug in de wedstrijd is. Dat zou hier zomaar kunnen gebeuren. Wat een kans is dit. De grootste kans van de wedstrijd voor de beste kopper. De grootste kans voor Sparta wel te verstaan. Goede voorzet van Verschuren. Ja, dit is bijna een zeker doelpunt als hij de lucht ingaat. En de voorzet zo afgemeten is, maar dit keer knikt hij ernaast. Gaat Sadiq slim weggelopen uit de rug van de kust. Maar dan laat hij zich vervolgens wegzetten. Door de invallen bij Sparta. Klaas die maar weer zijn bal onderschept. Toch de beste vandaag bij AZ. Meinans en Klaasie. Er is Meinans. En hij schiet ernaast. Goede controle, goed meegenomen. Popoe. Bakari voor zich. Versnelling van Popoe tegen de hand. Wat wel, maar van heel dichtbij. Niets aan anders. Gaan we gewoon verder. Klaasie ingeschoven. Sugawara. Voorzet van Sugawara. Odgaard. Die knikt hem recht in de handen van Olij. Dat was weer eens een momentje van AZ. Klaasie. Gaat hij weer Sugawara over de as van het veld. Zoveel meer dan een rechtsback. En die voortzetting ook. Terugleggen. Dat was eigenlijk een beetje zonder overleg. Maar dan komt die bal ook nog terug voor Popoe. Maar die verrast Olij met deze poging zeker niet. AZ boekt andermaal een degelijke overwinning. Nu is Sparta het slachtoffer. Het wint met 2-0 doelpunten van Dani de Wit en Pavlidis. In wat toen een ijzersterke fase was van AZ. Dat deden ze kort na rust nog een keer dunnetjes over. Waarbij ze toen wel de kansen lieten liggen. AZ Sparta 2-0.